You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. And I know when that hotline bling, and that could only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't belong. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. And ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your. Dat is fantastisch. Alle vier. Goed. Alle vier. Iedereen. Before. Used to call me on my cell phone. Yeah. Late night when you need my love. And call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know where the hotline. And I can only mean one thing. Amai. Ik had het echt niet verwacht. Wow. Hoe is uw naam, juffrouw? Annelies, sorry. Oké, Annelies. Je weet toch, als je naar The Voice komt, dat je kan zingen. Toch? En dat ze kunnen omdraaien. Wow, ja, oké. Okay, ja, wow. Alle vier. Ik had gehoopt op één iemand. Op wie had je gehoopt? Natalia had ik heel hard gehoopt. Ja, allee, hopla. Godverdomme. Wacht. Wil dat zeggen dat de heren geen pleidooi meer moeten houden en dat you made up your mind already? Jawel, jawel. Je mocht altijd proberen natuurlijk. Annelies, Annelies. Ik hoop toch stiekem dat je voor me kiest. Annelies. Annelies, wat dat heel tof is, dat is ook de reden waarom hier vier enthousiaste mensen zitten, is dat er veel mogelijkheden zijn met uw stem. Ik denk dat je ze nog niet altijd even juist gebruikt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan uw adlibs, bijvoorbeeld, hè, uw versieringsjes. Dat is heel schoon, maar dat wordt nog schoner als je ze op de juiste momenten gebruikt. En ook niet altijd. Je moet niet altijd laten zien wat je kunt of laten horen. Maar wat ik wel heel tof vond, was dat je het wel vastpakte. Ik had van bij het gevoel dat dat uw song was. En dat is heel belangrijk als je een optreden geeft. Natalia gaat dat ongelooflijk goed doen, hè, sowieso. Hè. Maar ik heb ook echt wel heel veel goesting om met u te werken. Dus... ook hier, Annelies, ben je zeer welkom. Merci. Wauw. Waarom dat je draait hebt in het begin? Ik voelde dat je meer klanken bracht dan echt alles fatsoenlijk uitspreken. Normaal vind ik dat niet altijd leuk. Maar er was iets. Er was zo een soort van feeling dat je naar boven bracht bij mij. Ik vond dat heel leuk. En van het moment dat je naar boven ging, dacht ik, en dat kan ze ook. En het was er bonk op. Maar ik denk wel dat je wat zenuwachtig waart. En ik denk dat je nog veel beter kunt. En ja, ik vind het ook een cat of genre. Ik weet niet of dat hetgeen is waar je wilt verder gaan. Dat is echt mijn genre. Ja, dat is echt mijn ding. Je gaat bij mij heel veel vrijheid krijgen. Maar de dingen die daar niet goed zijn, uiteraard, die gaan we beter maken. En ik ben ervan overtuigd dat het beste kan bij Team Natalia. Come on. De mannen zijn al aan het inpakken. Die zeggen van oké, okay, ja. Annelies, soms moeten we twijfelen in het leven. Hè? Dat is belangrijk. Okay? Dus laat die twijfel. Dat is nu zeker aan het gebeuren. Laat die twijfel even toe. Ja, voilà. Ik zie je sowieso al in de finale zitten. Hè? Je hebt een stem, je hebt een présence die dat wel waardig is. Hè? En ik weet niet of je dat concept kent van beginnersgeluk.
En ik heb zo het gevoel dat ik dit jaar van dat beginnersgeluk wel heel veel om mijn zijp of zo. Dus dat je daarmee op die flow wilt en daarmee van wilt genieten, is je zeer welkom in Team Toerist. Beginnersgeluk, ik kan daar niet meer van spreken. Ja, nee, ja, het is niet de eerste keer dat ik hier zit. Ik wil wel zeggen, alle gekken op een stokje. Ik vind dat je echt op het podium hoort te staan. Je hebt een soort presence waar je je misschien nog niet bewust van bent. Wat ook heel charmant is, dat je dat nog niet beseft. Vroeg of laat gaat dat toch inzinken. Maar dat is, het is tof om naar u te kijken, het is tof om naar u te luisteren. En ik denk ook wel dat je echt een publiek gaat kunnen begeesteren. Hè. Maar kijk, mocht je toch nog twijfelen aan... Dan stel ik al mijn ervaring ter uw beschikking. Ik denk niet dat dat een goed idee is om te twijfelen. Er is niks mis om bij uw eerste keuze te blijven. Annelies, dat getuigt ook van ruggengraat. Annelies, ik hoop ook dat je stiekem voor me kiest. Annelies. Ruggengraat is belangrijk. Kom, kies, dan kan er niet stoppen met zingen. Ja. Ik ben hier gekomen met het idee van Natalia, omdat ik heel veel podium... Allee, skills wil bijleren. Ja, maar ja. Maar ik weet dat jullie allemaal daar super goed in zijn, maar waarschijnlijk heel veel kunnen leren. Ik ben daar zeker van. Ja. Ja. Ik denk dat ik bij mijn eerste gedachte ga blijven, Natalia. Ja!